Het is nog vroeg voor een zondagmorgen, maar bij de Ice Diamonds in Deurne wordt al hard en op hoog niveau getraind. De meisjes en enkele schaarse jongens hebben het Europees kampioenschap gisteren uiteraard gevolgd. Vlak voordat we naar de winkel moesten, hebben we snel nog gekeken naar Luna en Nina. En ik ben heel blij met de resultaten. Ik heb vroeger nog met Luna samen getraind, dus dan vind ik dat zeker zelf wel heel leuk dat zij nu Europees kampioen is geweest. Het ledenaantal van de club is in 2 jaar tijd verdubbeld. Er is duidelijk sprake van een Luna en Nina-effect. De laatste 4 maanden alleen al zijn er meer dan 60 kunstschaatsers bijgekomen. Dat heeft wel degelijk te maken met zowel Nina als Luna, die dat op heel hoge levels beginnen te schaatsen en daar ook de mooie resultaten bekomen dat ze nu hebben. Jongens zijn wel nog altijd in de minderheid. Het is zeker ook heel leuk voor de jongens. Dat betekent niet dat dit een meisjesport is. Er is zoveel anders leuk. Het springen, het schaatsen, gewoon de show. We hebben nu Europees kampioenen bij de vrouwen. Gaat er ook ooit in komen bij de mannen? Ik hoop het wel. Ik hoop zelf ooit ook op het Europees te staan. Maar eerst moet er dus hard getraind worden, letterlijk met vallen en opstaan en veel doorzetten. En dan werkt het voorbeeld van de Europees kampioenen ook inspirerend. Dat geeft mij zo'n boost van je moet doorgaan, want ja, misschien raak je daar ook als je hard genoeg werkt en de motivatie blijft behouden en niet opgeeft. Als ik zo'n moeilijke dagen heb, dan denk ik zo van, ja, ze hebben ook moeilijke dagen en ze staan er nog steeds, dus gewoon even doorbijten.